Hallo allemaal, hartelijk welkom bij deel 3 van onze training Lightburn voor beginners. Geloof mij, ik realiseer mij dat de vorige video A te lang was. Het was natuurlijk ook wel een lastig menu, vooral met al die instellingen erbij. Desalniettemin, toch wel belangrijk en het voordeel van een video is dat je een stuk kunt kijken. En als het vermoeiend wordt, want dat zal het best zijn geweest, dat je op een gegeven moment kunt zeggen, ik stop. En ik ga de volgende keer wel verder als ik wat meer zin en tijd heb. Een ander ding wat er natuurlijk in zat, en daar realiseer ik me ook terdege, maar dat had ik al een beetje van tevoren aangegeven, is dat ik lang niet alle functies ken. En dat geldt ook vandaag weer. Er zitten weer wat functies bij die ik niet ken. En natuurlijk kun je dan zeggen van ja, hoe kan je nou een training geven als je die functies niet kent? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Het gaat erom dat u en ik straks dat programma kunnen gebruiken voor elementaire zaken. En nou, die elementaire zaken, als je bij mij op mijn videokanaal kijkt, als je ziet wat ik daar maak, dat kan ik niet allemaal elementair meer noemen. Er zitten ook echt hele goede dingen bij. Dat is ook een van de redenen geweest waarom ik bijvoorbeeld een gesprek heb gehad met een laser art bedrijf. Ja? En dat betekent dus dat dat elementaire gebruik, wat ik dus doe, waarbij ik dus niet alle functies ken, is eigenlijk voor de meeste mensen voldoende. Dus als ik een functie niet ken, maak je daar niet te druk over. Want eigenlijk hebben we het daar over functies die waarschijnlijk dusdanig ingewikkeld zijn. Of misschien zijn ze wel heel erg handig. Alleen in eerste instantie zijn ze niet nodig. En je hoeft niet gelijk een kenner te zijn van zo'n programma om zo'n programma goed te kunnen gebruiken. En dat is ook mijn achtergrond waarom ik die training toch geef. Ondanks dat ik een aantal van die functies niet ken. Dus vergeef me als dat zo is. Wij gaan beginnen met deel 3. Ik hoop dat deze wat korter gaat zijn. Dat ga ik in elk geval proberen. Veel plezier alvast. Zo, daar zijn we weer. Deel 3 van onze videotraining Lightburn voor beginners. We hadden de eerste training ons bezig gehouden met de menukeuze bestand linksboven. De vorige versie was bewerken. Dat was een hele lange, omdat hier ook de instellingen in zaten. We gaan nu naar de functie hulpmiddelen. En het is wel even grappig dat ik dat beeld nu zo voor heb staan, zoals het hier nu staat. Want aan de linkerkant zien we een aantal knoppen die met dat pijltje, en dat potloodje, en dat vierkantje, en dat rondje. Nou, die serie knoppen, een heel groot gedeelte van die serie knoppen die we daar zien, die gaan tot stand komen, onder andere in deze training. We gaan beginnen met het menu hulpmiddelen. Als we hulpmiddelen aankomen, dan beginnen we met de functie selecteren. Dat is dus dat pijltje daarboven. Nou, even laten zien wat dat doet. Stel, ik teken een rechthoekje en ik teken een cirkeltje. Ze zijn hier rond, daar kom ik zo op terug. Stel, ik wil nu dat rechthoekje selecteren. Dan kan ik dat doen met dit pijltje hier, maar ook met die hulpmiddelen, dit pijltje. Dat is de zuidelijke knop. Nu is deze geselecteerd en klik ik nou op die andere, is die andere geselecteerd. Zie je dat? Dus een object selecteren doe je met dat pijltje hier. Dat is eigenlijk de makkelijkste natuurlijk, maar dat is diezelfde functie die we hier zien bij hulpmiddelen selecteren. Gaan we naar de functie lijn tekenen. Nou, het spreekt voor zich. We pakken de knop. We kunnen hem ook hier doen dus weer. Hè? Dat zou de verhaal, dus lijn tekenen. En dan kan ik zeg maar zeggen, ik klik hier. Ik houd mijn muisknop ingedrukt. Of nee, ik klik, sorry. Ik klik nog een keer en ik heb een lijn. Ik ga dat nog een keer opnieuw doen, want dit was niet helemaal duidelijk. Dus doe het nog een keer. Even dat hele gebeuren weg. Ik pak dus die lijnknop, die is inmiddels geselecteerd. Ik klik ergens en ik klik nog ergens en hij maakt een lijn. Je ziet dat een deel van de lijn erbuiten is. Ik kan ook gewoon doorgaan met tekenen. Zie je dat? Dus als je op die manier een kunstobject wil maken, geen probleem, be my guest. Ik ga hem even weggooien, dat doe ik door hem te selecteren. Dus op die lijn te klikken en dan op delete te klikken en hij is weer weg. Dus lijn tekenen, gewoon om het tekenen van een rechte lijn of een object met rechte lijnen. Krijgen we die functie rechthoek die we net zagen. Die staat dus hier ook. Nou, die rechthoek is een bijzondere. Als ik namelijk de controlknop ingedrukt hou en ik doe dan beginnen met die lijn te tekenen, tekent die een vierkant. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar, zie ik. Dat zal een fout van mijn kant zijn. Even terug. Kan ook zijn dat het shift was namelijk.
Even opnieuw, vierkant. Ik pak hem nu hier links, hè. Dus, even kijken wat er nu gebeurt. Nu is de vierkant. Ja, dus als je shift indrukt, terwijl je zeg maar met die vierkante knop hier, ik zal hem even weggooien. Zo, dus ik pak die knop met dat vierkant, oftewel hier dus bij hulpmiddelen dat vierkant. Ja, ik hou de shift toets ingedrukt. Ik druk mijn linker muisknop in en ik trek iets en dan zul je zien dat hij een vierkant tekent. Als ik nou die shift toets niet ingedrukt hou, dan kan ik zeg maar tekenen wat ik wil. Ik ga deze weer even weggooien. Dan kan ik tekenen wat ik wil. Dan kan die rechthoekig zijn, zie je dat? Dat is verder geen thema. Dus met andere woorden, shift ingedrukt houden. Linkermuisknop en trekken betekent een vierkantje maken. Als ik alleen de linkermuisknop indruk en ik trek, dan kan dat een vierkantje rechthoek zijn of wat dan ook, zeg maar. Oké, dan zie je. Krijgen we de volgende, dat is het cirkeltje. De ellips. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. We zagen straks al dat als ik nu de shift-toets niet indruk, dan kan ik daar gewoon een ovaal van maken. Ja, gooi hem weer even weg. Niet interessant. Als ik nu de shift-toets ingedrukt hou, en ik doe dat, maakt hij een keurige cirkel, zoals dat hoort. Dus ovalen maken, cirkels maken, kun je op deze manier doen. En dat is natuurlijk mooi. Krijgen we de volgende in dat lijstje, dat is het maken van een veelhoek. Dat is dus deze knop hier aan de linkerkant onder dat cirkeltje. De veelhoek. Dan moet ik even kijken hoe dat werkt. Ik doe hetzelfde. Ik doe zeg maar de muisknop indruk houden. Ik trek die veelhoek. En hij heeft hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoeken gemaakt. Ik weet niet of je daar nou ook nog kunt instellen van hoeveel hoeken dat moeten zijn. Daar moet ik eventjes naar kijken. Zeg maar of dat nog iets uitmaakt. Even zien. Even dat mailtje wegklikken. Oh, die is al weg. Oké. Dat kan ik misschien zien door het venstertje. Even zien. Objecteigenschappen te openen. Misschien dat ik het dan kan zien. Ja. Je kunt dus in de venster kun je al die venstertjes openen. Hè? Dat had ik al aangegeven. Allerlei balkjes en venstertjes. En een van die venstertjes heet objecteigenschappen. En als ik nu zeg maar dit ding hier selecteer. Nou, hij is al geselecteerd. Niet helemaal, maar nu wel. Dan zie je dat hij 6 zijkanten heeft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit zou ik dus kunnen verhogen naar, je ziet het, naar andere getallen. Zie je dat? Wat ik wel interessant vind, is of je hier nu ook, zetten we even op 6 voor het gemak, of je hier nu met die shift-toets nog iets kan doen. Dat is ook wel een interessante, dat wil ik wel even weten. Dus gaan we even proberen. We doen even het object weggooien. Ik pak dat zoude veelhoekje, ik houd die shift-toets ingedrukt en ik liet hem iets te vroeg los, ben ik bang voor. Ik doe het even opnieuw, want hij is nu niet evenredig. Volgens mij. Dus ik de shift toets ingedrukt blijven houden. Dan tekenen. Eerst die loslaten. En dan zie je dat die zeg maar recht evenredig is. Dus ook hier geldt dat als je hem recht evenredig wil hebben. Moet je de shift toets indrukken. Op het moment dat hij zeg maar alle vormen mag hebben. Dan doe je dat gewoon alleen met de muisknop ingedrukt. De veelhoek wordt door mij weggegooid. Oké, de volgende in het menu hulpmiddelen. Is knooppunten bewerken. Nou, laat ik voor de grappens hier dat rendier uit mijn bibliotheek halen. Zo, daar is die. Eerste wat we moeten doen als we dat rendier in de bibliotheek hebben staan, is hem ungroepen. Dus we selecteren hem, dat is die nu, hè, maar anders dan doe je dat weer met die met dat pijltje. Dan ga je erop staan, je klikt en dan is die geselecteerd. Dan gaan we hem ungroepen, dat is dat poppetje hierboven in beeld. En nu klik ik op hulpmiddelen. Knooppunten bewerken, oftewel aan de linkerkant datzelfde icoontje onder die veelhoek. Dus hier zo, zeg maar. We zien dan een heleboel puntjes verschijnen. We gaan wel even inzoomen. De blauwe puntjes is om die lijn te vertrekken. Dus als ik dat doe, dan gaat die lijn een beetje veranderen, zie je dat? Maar als ik nu op de zwarte puntjes of de grijze puntjes ga staan, want dat zijn de puntjes waar het om gaat, en ik doe D indrukken, gaat hij ze verwijderen. Nu verwijderen die er de twee tegelijk. Maar dan gaat hij ze verwijderen. Dus ik ga echt op dat stipje gaan staan en ik doe verwijderen. Zie je dat? En daarmee pas je het hele figuur aan. Nou, achter die veelhoekknop, ik ga ze niet allemaal laten zien, zie je hier bijvoorbeeld de mogelijkheid om
de lijn of de nodus wat vloeibaarder te maken. Om een bocht naar een lijn te veranderen. Dus zeg maar bijvoorbeeld het staartje hier van die eland, dat een rechte lijn wordt. Nou, dat is een beetje raar natuurlijk, maar dat zou kunnen. Die nodus, dus die zwarte stipjes te verwijderen, dat is de delete button. Je kunt ze ook toevoegen eraan, dat is insert a node point, zodat je zeg maar een extra puntje hebt. Insert a node at the midpoint, dus zeg maar precies in het midden een extra puntje erbij plaatsen. Ik neem aan dat dat meer voor een lijn zal gelden. Dan break the shape op een bepaald punt, oftewel afbreken als het ware, het figuur afbreken, zodat we de halve eland nog maar hebben, ik noem maar een zijstraat. Trim de lijn, dat is de lijn iets korter maken. En E de extend lijn, oftewel maakt de lijn langer, dus extra noden zetten. Dus dat is het bewerken van nodes. Je zult het niet vaak nodig hebben, maar heel soms heb je het. Ik had een kerstman die ik wilde lezen en ik wilde eigenlijk niet dat hij te veel rare dingen daarin deed. En dat was toch iets wat ik daar aan moest veranderen. Dat heb ik met die nodes gedaan, zeg maar. Dus je kan op die manier kan je die nodes aanpassen. Ik ga weer even uitzoomen, want ik ga natuurlijk ons elandje weggooien, want ik had al wat andere dingen op het bord staan. Dus de hele eland gaat futiba. En wij gaan naar de volgende in dat menu. Even zorgen dat we weer keurig in het midden komen te zitten. Volgens mij is dat deze hier. Ja, dat is de Zoom to Selection tool. Dat is deze hier. Komen we ook nog op terug. Hè? Dat is in een van de volgende lessen. Tabbladen toevoegen. Nou, het is niet zozeer tabbladen toevoegen, maar als je iets wil uitsnijden. En je wilt een stuk, stel je wilt een stuk hout uitsnijden in een rechthoek zoals we hier hebben. En je wilt ook nog dat er iets ingegraveerd wordt. Op dat moment zou je eigenlijk goed moeten oppassen welke volgorde je doet. Eigenlijk moet je eerst graveren dan snijden, zeg maar. Want anders, als je het eerst snijdt, dan zou de plaat kunnen verschuiven, waardoor de gravure slechter op komt staan. Nou, dat kan je voorkomen door zeg maar tapjes eraan te maken. Dat zijn maar echte extra stukjes waarmee die vast blijft zitten aan het origineel, zeg maar. Dus aan de grote plaat, zeg maar. Dus hij blijft vastzitten door die tapjes. En dan kan je later heel gemakkelijk doorbreken of door een Stanley mesje, kan je dat lossnijden. En dat is het toevoegen van tabs. Even kijken of ik dat kan doen. Ik neem aan dat ik het object moet selecteren. Ik heb dat overigens nog niet gebruikt, die hele tabs. Want bij laseren vind ik dat minder belangrijk. Maar bij de freesmachine, bij routen, bij CNC-routen, is dat wel heel erg belangrijk. Even kijken. Ja, je ziet. Het is alleen dat rode dingetje wat er overheen komt. Dus het gaat niet helemaal zoals het hoort te gaan in dit geval. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met dat het een. Even kijken, hier zo. Omdat het hier zeg maar, op een laser ingesteld is en niet op een routingmachine. Dus dat zal waarschijnlijk de reden zijn. Maar je kunt dus tabs maken. En dat kan ook op een andere manier. Dus, want dat kan namelijk ook hier via die snijlagen. Ook daar kun jij tabs gaan toevoegen. En dat doe je dan. Dan moet ik heel even kijken waar je dat deed. Dat is in dit geval logisch dat het hier niet kan. Want dit is te vullen. Maar als je een lijn gebruikt. Dan heb je hier zo een hele sector waar je tabbladen kunt maken. Zie je dat? En dus met andere woorden, dat heeft een beetje te maken met welke instellingen je op dat moment gekozen hebt. Nou, dat is in elk geval deze hier, het maken van tabs. Dan krijgen we een hele mooie, en die gebruiken we heel vaak, dat is tekst toevoegen. En dat heet hier in dit geval tekst bewerken. Nou, eigenlijk is tekst toevoegen, maar goed, tekst bewerken. Ik klik ergens en er komt een soort streepje staan. En nu kan ik iets gaan typen. En dan staat hierboven, kan ik het lettertype bijvoorbeeld gaan veranderen. Gaan we ook even kijken of dat lekker werkt. Ja, dat is altijd een beetje gevoelig, maar je ziet het als ik eroverheen ga. Hè, je kunt dus eigenlijk ook al zien wat hij doet, zeg maar. Ja? En dan kan ik dus kiezen. Ik kan ook de hoogte van die letters veranderen hier in millimeters. Het is nu 15 millimeter, dus de letter is 1,5 centimeter hoog. Maar ik kan dat verlagen. En dat doet hij in eerste instantie met stappen van 2,5, maar ik kan hier ook gewoon 13 invullen. Dat kan ook. En dan is die minder groot. Daar horen ook nog zaken bij. Als dat we de horizontale ruimte tussen de letters kunnen volgens mij kunnen gaan toevoegen. Zie je dat? Dan wordt die groter. Of zelfs de verticale ruimte. Maar die hebben we lekker niet in dit geval. Ja, hij gaat wat verder af van dit object, zeg maar. Oké, dus letters. En dit is best een hele belangrijke. Daar komen we later zeker nog op terug als we dingen gaan maken. Ik ga het nu weggooien. Want het is op dit moment niet zo super belangrijk. Krijgen we de volgende in hulpmiddelen. Dat is het icoontje waarmee je zeg maar in Google normaal gesproken kunt aangeven waar je bent.
Dat is het positioneren van de laser. Nou, op dit moment zit er geen laser aangesloten, maar als je die aanklikt, dan hoef ik maar ergens op het ding te klikken om aan te geven van waar het startpunt van die laser moet zijn. Ik heb video's gezien van mensen die het gebruiken. Ik zelf gebruik het eigenlijk niet, omdat je dus zeg maar heel gemakkelijk je object uit kunt lijnen op je grid en dat soort dingen meer. Nou goed, hier kan je dus je laser mee positioneren. Meten, dat is wel interessant natuurlijk, want met meten zie je al dat als ik deze lijn pak, dan heeft die vier nodes. Het hele object heeft vier nodes. Dit segment is 68 mm lang. Dit segment, de paarse, dus de groene niet, de paarse is 92 mm lang. Dat zie je in dat veldje rechtsboven staan. Nou, nog een heleboel andere gegevens, zeg maar. Dus je kunt ook dus meten, maar eigenlijk is het mooier meten hierboven te gebruiken, want die waarde van 68 en 92 zie je ook hierboven staan. Dus als ik het object selecteer, dan kan ik hierboven zeg maar de maat van die veelhoek, van die rechthoek hier nog gaan bepalen. Dat kan veranderen. En dan zit er een slotje. Als er een slotje staat, dan wil dat zeggen dat zeg maar de verhouding zo blijft. Dus als ik dit verander naar 93, verandert de onderste ook. Even doen. Dan zie je dat de onderste 68,739 wordt. Ja? Als ik het slotje uitzet, dan kan ik zeg maar zaken veranderen en dan zal die onderste niet mee veranderen. Dit gebruik ik dus heel vaak natuurlijk. Oké, dus dat is zeg maar meten. Krijgen we de volgende in die hulpmiddelen. Create een QR-code. Erg interessant, je kunt QR-codes maken. Dus wat ik doe, ik kies voor QR-code. Nu pak ik een vierkantje. Vierkantje, niet liegen. Deze. Dat ging niet goed. Sorry. Even weghalen. Want ik wil dus een QR-code maken. Dit is uit zichzelf al een vierkantje trekken, sorry. Dus zodra als je QR-code aankiest en je trekt gewoon een vierkantje op het veld, dan zie je een QR-code verschijnen. Kun je hier tekst invoegen. Dat zit dan in die QR-code. Of je wifi-settings, zodat iemand anders alleen maar de QR-code hoeft te scannen. En dan vervolgens je wifi heeft. Of eventueel contactgegevens. Dus als je zeg maar een QR-code wil hebben, zodat mensen jou kunnen benaderen via je voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hele handige dit. Heb ik ook al gedaan op mijn visitekaartjes. Bijvoorbeeld de QR-codes van mijn Facebookpagina en mijn Instagram en dat soort zaken meer. Dus dat is een hele aardige functie. Dan krijgen we vormen bijwerken. Dat zijn deze hieronder. Dat is interessant. Ik pak ze even hieronder. Het zijn bijna dezelfde functies. Op eentje na, dat is deze hier, die Boolean Assistant. En die gaan we zo meteen ook gebruiken. Maar eerst even het object. Ik ga dat vierkantje selecteren met mijn pijltje. Dan krijgen we hier een hele interessante functie. Dat is de offset shape. Nou, we zien dat dat vierkantje, of dat rechthoekje, dat is eenlijnig. Als ik nu offset doe, dan zegt hij hier van wat is de afstand tussen de ene lijn en de andere. Nou, laat ik even doen 5 mm. Wil je die naar buiten toe of naar binnen toe? Dus als ik naar buiten toe, dan komt de lijn eromheen. Wil ik het naar binnen doen, komt de lijn aan de binnenkant. Ik kan aangeven of die rond moet zijn of dat die gehoekt moet zijn. Ja. En ik kan vervolgens zeggen, oké, en nu heb ik dus eigenlijk twee vierkanten die op elkaar zijn afgestemd, die als ik ze nu zou groeperen, en dat ga ik doen, ik ga ze groeperen hierboven, dus dat zijn die poppetjes weer, dan is dat één object, waarbij ik bijvoorbeeld als ik nu vullen gebruik, dus moet je eens kijken, als we dan het voorbeeld laten zien, dat doen we met dat beeldschermpje, dan zien we hier dat er een soort kadertje ontstaat. Zie je dat? Dus je kan met die offsetfunctie, echt heel erg leuk spelen. Je kan daar zeg maar figuren zeg maar meer lijnig maken, want vaak is een enkel lijnig figuur kan goed leesbaar zijn, hangt er vanaf waar je op leest. Maar soms is het dubbellijnig gewoon prettiger, want dan krijg je gewoon een betere laserafbeelding van. Goed, dat was die. Nou krijgen we een aantal hele interessante functies en toch zijn ze ook heel lastig. Dat zijn de boolean functies. En de boolean functies wil zeggen van hoe moet die omgaan als er twee figuren samengevoegd worden. Nou, ik ga dat even proberen te laten zien. Ik selecteer even dus de halfweg cirkel die ik gemaakt heb en die trek ik even half over mijn vierkant heen. Zo, hoppakee. En nu selecteer ik ze allebei, dat is wel belangrijk. Ik moet ze allebei selecteren, niet één, allebei. Dan zien we ook dat die functies hier gekleurd worden, dus hier ook bij hulpmiddelen. Nou, stel ik wil ze samenvoegen. Dat gaan we even doen.
Ah, voilà. Nou wordt die middenlijn weggehaald. Zie je dat? Dan heb je twee figuren in één. Dat is mooi. De tweede, dat is de booleans samenkomst. Dat is eigenlijk hetzelfde. Samenvoegen, samenkomst. Toch zit er een verschil in, maar... in dit geval is het reactie is hetzelfde. Vraag me niet precies naar het verschil. Er is wel ergens op het internet het videootje waarin dat precies uitgelegd wordt. Maar dat verschil is niet zo heel groot. Dat zal ik vertellen. Oké, gaan we weer even ongedaan maken. Pakken we de volgende. Dat is de booleans samenkomst. Ja, waarom dat nou zo heet, geen idee. Maar je zult zien dat er in feite in dit geval weer hetzelfde gebeurt. Maar toch is het weer op een andere manier. Ja, dat is even apart. Weer even ongedaan maken. Want zometeen heb ik een veel interessantere. Het booleans van het verschil. Kijk, nu gaat hij andere dingen weghalen. Zie je dat? Heel apart, hè? En als je daar de volgende neemt, booleans intersectie. Dan gaat hij weer een ander stuk weghalen. Nou, het makkelijkste van dit verhaal is dat als je nou die onderste functie gebruikt. En die functie die staat niet hier tussen. Ja, dit zijn wel diezelfde functies die we net hadden. He, dus de functies die hier genoemd worden, samenvoegen, samenkomst, verschil en intersectie, maar niet de boolean assistant. En die klik ik even aan. Want als ik die boolean assistant aanklik en ik ga nu over die vakjes heen, dan zien we wat er gebeurt. Dus als ik die klik, gebeurt er dit. Klik ik die, gebeurt er dat. Klik ik die, gebeurt er dat. Klik ik die, gebeurt er dat. Oftewel, ik reset de hele handel. En dat is natuurlijk veel gemakkelijker. Stel dat ik dit dus wil, dan klik ik daarop. En ik zeg okidoki. En klaar. Ja? Dus met andere woorden, die Boolean Assistant is een hele interessante als je dus dingen wilt gaan samenvoegen. Hè, waarvan stukken moeten wegvallen of niet moeten wegvallen. Hoe het ook zij. Maar daar is met name die Boolean Assistant een heel interessant verhaal. Je ziet dat hij nu grijs is en het komt erdoor maar één object geselecteerd hebben. Hij wordt natuurlijk pas... aanklikbaar wanneer we twee objecten geselecteerd hebben, want anders werkt het niet. Goed, dan krijgen we ook een hele interessante. Dat is het vormen knippen, adjust image, afbeeldingen overtrekken, traject op tekst toepassen en masker toepassen op afbeelding. Nou, even gaan kijken of ik dat kan naspelen. Ik pak even een... even zien wat zal ik doen. Een foto van mijn schoonouders. Zo. Je ziet dat die erg korrelig is, maar dat heeft te maken met verder het A, een oude foto is, en B, de manier waarop ik deze heb bewerkt, zeg maar. Als ik die nu selecteer, en we gaan dus naar die hulpmiddelen, dan zien we hier nu niet vormen knippen, dat zien we niet. Maar we zien wel de Adjust Image functie. Als ik dat nu aanklik, ik wil er even gelijk even op wijzen dat als ik rechtsklik op dit object, krijg ik die functies ook hier, Adjust Image. Zie je dat? Afbeelding overtrekken zullen we zo meteen ook zien namelijk. Nou, oké, we gaan even weer naar hier toe. Adjust image. Dan krijg ik dit venstertje hier, waar aan de linkerkant het origineel staat, aan de rechterkant datgene wat hij ervan maakt. Nou, om te beginnen is dat die methode van hoe die straks gaat lezen. Hij stond bij mij op krantenpapier, is een van de betere vormen als je bijvoorbeeld een tegel gaat lezen. Grijswaarde zien we dat die foto veel duidelijker wordt, maar het is veel moeilijker te lezen voor het apparaat. En dus daar moet je even mee gaan spelen. Dat is één ding. Dat is dus van hoe gaat hij dit lezen? In welke waarde? En eigenlijk kun je er bijna zeggen dat het van onder naar boven een beetje qua kwaliteit is. Even kijken of dat ook zo is. Geordend. Atkinson. Nou, dit zijn allemaal wel goeie. Maar ik had hier krantenpapier op zitten. Nou, dan wordt die minder. Dus die volgorde hier is niet zeg maar dat het per definitie van onderaf naar boven en dan steeds beter wordt. Dus je moet even kijken naar wat dan prettig is. Je kunt het in negatief zetten. Nou, dat kan handig zijn. Negatief wordt vooral gebruikt op zwarte ondergronden. Maar bij sommige zwarte ondergronden ook weer niet. Dus het is even goed oppassen. Ja. Dan de afstand tussen de lijnen, dat is de DPI, oftewel hij leest het in lijntjes, horizontale lijntjes, oftewel verticale lijntjes, net wat je instelt. En daar zit afstand tussen. En hoe dichter het op elkaar zit, hoe zuiverder de afbeelding wordt, alleen hoe verder uit elkaar, hoe sneller het gaat. En daar komt bij dat zeg maar, soms is dichter op elkaar ook niet beter, dat hangt van het materiaal af namelijk. Ja. Nou, dat stel je hierin. Hij staat op 0,08 mm tussen de lijnen. En dat komt overeen met een 317,5 dpi. Als ik dit dus ga hoger zetten, dan zien we, hè, nu komt het 0,09, nu is het 282 dpi. Zie je dat? En hoe meer dpi,
mooier je foto in principe wordt. Het is alleen dat het niet op elk materiaal lekker werkt. Dus je moet daar wel een beetje mee oppassen. Dan kan je gaan spelen met de contrasten. Met de helderheid. De brightness. En met het gamma. Zodat je een afbeelding krijgt die voor jou acceptabel is. Je kunt de radius. Het is, moet het alleen aan de buitenkant of moet het ook aan de binnenkanten? Nou, nu is het het hele object. Dat kun je bepalen. En de hoeveelheid die die aanpast. Ja, die moet daarmee spelen. Het belangrijkste is dat je hier het eindresultaat ziet van wat je hier hebt. Soms herstelt hij de foto niet en dat heeft dan te maken met het feit dat hij zoveel rekenkracht moet gebruiken om die foto her te berekenen. Nou, oké. Maar hier kun je dus die foto aanpassen, dat is één. We hebben niet die vormen knippen. Ik weet ook niet precies wat hij doet. Ik laat hem dus hangen. Want, ik zei al, ik gebruik niet elke functie. Wat wel belangrijk is, de afbeelding overtrekken. En dat kan ook erg interessant zijn. Laten we dat vooropstellen. Dan gaan we even hier proberen, afbeelding overtrekken. Nou, dan krijgen we hier een afbeelding met allerlei paarse dingen. In dit geval is het vrij moeilijk, want het is een foto. Maar je kan gaan werken hier met die balkjes. Je ziet dat dat paars verandert. Stel ik wil alleen de buitenkant hebben van mijn schoonouders. Je kunt hier trouwens op inzoomen. Ja, dus even voor alle duidelijkheid. Dus wil je het beter zien, dan kan dat. Nou, in dit geval is het vrij lastig, maar hier heb je al wel iets. Nou, even voor de grap, even wat ik, als ik dit zou laten staan, zeg maar. Ja, je kunt hier ook nog van alles instellen over drempelwaardes en zo. Nou, normaal laat ik het staan waar het staat. Ik doe wel met die schuifbalken, zodat ik echt traceer. Als ik nou oké klik en ik schuif een van die twee foto's van de andere af, dan zien we hier de getraceerde afbeelding, die overigens die goed staat. En dit is het origineel. Dit vind ik nog niet eens zo slecht wat hij hier gedaan heeft. Maar dit kan belangrijk zijn. Niet zozeer bij foto's, maar veel meer bij als je bijvoorbeeld een logo gaat downloaden en je wilt dat logo laseren. Je zult vaak zien dat het een afbeelding is en een afbeelding laseren is toch iets anders. Het nadeel van een afbeelding is namelijk bijvoorbeeld dat wit hier aan die buitenkant ook meegelaserd wordt. En stel dat je nou een object hebt, stel je gebruikt lijststeen. Lijststeen is zwart. En je gaat dit daarop laseren. Dan zul je dus echt die cirkel zien, ja, met weliswaar een hele lichte kleur. En dan komt het werkelijke object wat hij lasert en dan weer een hele lichte kleur aan het eind van die cirkel. Maar dat wil je misschien niet. Misschien wil je alleen maar die afbeelding en de rest gewoon de kleur van dat lijststeen. Nou, dan moet je hem gaan overtrekken. Ja. Dus die overtrekfunctie, en die is in Lightburn ontzettend goed. Laten we dat even vooropstellen. Dat is echt heel erg goed. Terug naar hulpmiddelen. Traject op tekst toepassen. Ja, we hebben al in het vorige menu een aantal dingen over trajecten gehad, volgens mij. Ja, hier traject sluiten, converteren naar traject. Ik weet niet wat het doet. Ik denk dat het te maken heeft met de manier waarop hij het lasert. Maar ik heb het nog nooit gebruikt en dus doe ik er niks mee. Nou, dat masker toepassen wel, want daarom is dit ding rond. Ja? Als ik nu ga naar hulpmiddelen en ik pak dat... masker, dan kan ik in dit geval kan ik het masker niet meer toepassen. Dat is wel grappig. Even kijken of ik dat misschien met die andere foto hier kan. Kan ik daar een masker op toepassen? Nee. Dat komt omdat dit allemaal al bewerkt is om te laseren. Maar een masker toepassen wil eigenlijk zeggen dat jij zeg maar een foto hebt waarvan je zeg maar alleen maar een cirkel eruit. Je wil alleen maar het gezicht van iemand eruit halen. Dan kun je een cirkel trekken. En dan haal je dat stuk van die foto eruit. De rest van de foto gaat weg. En alleen dat stuk wat jij nodig hebt. Dat gebruik je nou een heel klein voorbeeld daarvan. Stel je wil een foto van je kleinkinderen, maar de ouders staan er ook op. En dat is op zich niet erg, want dat zijn je oude ouders. Maar je wilt alleen een foto van het kleinkind hebben. Nou, dan ga je dus via een masker ga je dat kleinkind eruit halen. Dat is het masker toepassen op een afbeelding. Dan krijgen we afdrukken en knippen. Ja, er is een wizard, afdrukken en knippen. Ik weet niet wat het doet. Ik heb het vermoeden, maar dat weet ik niet zeker. Is dat als jij in productie wilt gaan werken. Dus je wilt hetzelfde object 100 keer lezen omdat je het wilt verkopen. Dan maak je als het ware een soort standaard instelling. En ik denk dat het hiermee te maken heeft. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het nog nooit gebruik heb. Maar toch heb ik al wel gestandardiseerde zaken gelezen. Zoals zeg maar bijvoorbeeld visitekaartjes en dat soort dingen meer. Ik ken deze dus niet. Het spijt me, ik kan hem niet uitleggen. Ze hebben, er zit dus een wizard bij. En die wizard die zegt bijvoorbeeld van start first target position. Nou, dat wil ik best doen. Maar er gebeurt niet veel. Zie je dat?
Er gebeurt niet veel. Dus ik weet niet hoe die werkt. En dat laat ik dus in het midden hangen. Dan gaan we naar het laatste stukje van de hulpmiddelen. En nou, dat is eigenlijk heel erg gemakkelijk, want daar kunnen we eigenlijk direct overslaan. We hebben in de instellingen gezien dat je een camera kan toevoegen aan een laser. Zodat die, zeg maar, als de camera erop gericht is, dat je, zeg maar, dingen kunt uitlijnen aan de hand van de camera. Ik persoonlijk vind dat overkill, als ik heel eerlijk ben. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat kan iedereen zelf bedenken. Alleen ik heb er geen camera op zitten. Dus vandaar dat ik ook niets met de camera instellingen kan doen. Ik kan geen camera lens kalibreren. Ik kan de camera lens niet uitlijnen. Ik kan, want dat is de volgende. Instellingen voor de roterende as. Ja. Focus test, dat is een test voor de focus van je laser. En een intervaltest, ik heb geen idee wat een intervaltest in dit geval is. Ik denk eigenlijk dat het met de camera te maken heeft. Die roterende as is wel interessant, dat noemen ze een rotary tool. Orto verkoopt dat ding, ik dacht rond de €70 als je bij AliExpress gaat kijken. En dat is dan iets waar je ronde objecten op kunt leggen, dat je dan kunt lezen op een rond object. Dat vergt natuurlijk veel meer instellingen. En dat zie je dan ook hier bij die instellingen van die roterende as. Ik zal eens even kijken als ik dat aanklik wat er dan tevoorschijn komt. Nou, hier zie je zo'n roterende as. Dit is een vrij dure trouwens. Dit is niet degene die Ortu levert. Aanspannen, roller. Dit is niet aanspannen. Dit is een aanspannen wat je hier ziet. Dat klopt. Je ziet die... dat grote metalen ding aan de rechterkant, dat is, zeg maar, een soort spantool. Zo, hè? Dus daar kun je iets mee opspannen. Eigenlijk zou je dus in mijn geval op roller moeten klikken. Dan krijg je meer dit te zien. Dit is meer zoals bijvoorbeeld de Ortur rotary eruit ziet. Nou, dan zie je dat je eronder de rotatie moet inschakelen. Dan moet de output vaak gemirrored worden, gespiegeld worden. Nou, allerlei dingen die je dan moet instellen. Ik heb zo'n ding niet, dus ik kan het je niet vertellen. Ik ga het je ook niet laten zien. Goed. Dit was de video voor vandaag. Ik ga de objecten weggooien. De volgende keer gaan we ons bezighouden met rangschikken. Dat is ook nog wel een aardige. Daarna gaat het wat makkelijker worden, denk ik. Ja. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. En dat je er wat van geleerd hebt. Dag.